Hey, ben jij van rode wijn en van de fruitbiertjes? Nou, ik ben 17, dus... Nou, ik was op mijn 16e al van de fruitbiertjes en van dit, dat soort dingen. Oké, maar laten we dat maar niet zeggen in de camera. Mocht mijn moeder het ooit zien. Het jaar 2019 is inmiddels alweer 3 weken oud. En dat betekent dat ongetwijfeld alle goede voornemens al lang weer overboord zijn gegooid. En we gaan even jullie goede voornemens testen. Nou, ik heb niet echt goede voornemens. Waarom niet? Omdat ik me er toch niet aan hou. Lief zijn met anderen. Lief zijn met anderen? En dat lukt tot nu toe? Ja, denk ik. Ja, toch wel? De meeste. Gezond eten. Gezonder eten? Ja. Dat zeg je voor de Mac, hè? Meer sporten. Waarom? Ja, heel goed. Nou ja, ik wil uiteindelijk bij Defensie, dus moet je fit zijn, hè? Oh, dat is inderdaad wel waar. Dus jij gaat straks Syriërs neerschieten. Ja. Heel goed. Kom even jullie goede voornemens testen. Ja. Oh, sorry. Een abonneer. Hallo, ik heb een vraag over goede voornemens. Oh, die heb ik niet. Oh. Ik loop hier met een fles dranken, man. Oh, dat gaat al mis, ja. Hallo, ik heb een vraag aan jou. I don't speak Dutch. Oh, dan laat maar. Bye. Bye. Hoe zit het met jullie goede voornemens? Slecht. Hebben jullie geen goede voornemens? Jawel. Nee, eigenlijk niet. Oh. Ik vind niet dat het begin van het jaar daar per se een moment voor is. Interessant. Wanneer moet het gebeuren? Gewoon wanneer je wilt dat het gaat gebeuren. En heb je goede voornemens over het algemeen dan? Op het moment niet. Deze maand doen 23.000 mensen mee aan Ik Pas. Het is eigenlijk de Nederlandse versie van Dry January. En dat betekent dat je een maand lang geen alcohol mag drinken om je lichaam te ontgiften. Er zijn best wel veel mensen die een maand lang geen alcohol meer drinken om het lichaam maar even te gaan ontgiften. Doen jullie daar aan mee of zeggen jullie van nee, gewoon shotjes? Nee, gewoon shotjes. Nee. Misschien een maand lang geen alcohol drinken? Ja, dat doe ik niet aan. Nee? Ja, ik geef ze al verpest dan. Dus. En als we nou zeggen een maand lang geen alcohol drinken, dat is dat best wel veel mensen doen? Nee. Oh. Nee, ik ga geen maand lang geen alcohol drinken. Hey, ben jij van de rode wijn en van de fruitbiertjes? Nou, ik ben 17, dus... Nou, ik was op mijn 16e al van de fruitbiertjes en van dit, dat soort dingen. Oké, maar laten we dat maar niet zeggen in de camera. Mocht mijn moeder het ooit zien. Hoe heet je? Anne. Moeder van Anne, ze drinkt al alcohol. Maar de vraag is nu, ga je ermee stoppen voor een maand? Nee. Nee? Ja, ik ben over 3 weken 18, dus... Oh, gefeliciteerd alvast. Ja. Waarom niet? Noah, waarom drinken we geen alcohol? Wel alcohol. Het is gewoon gezellig. Nou, maar bier is lekker. Ja. Ja. Dus ga je niet doen? Nee. En jij? Nee. Maar hoort niet bij Defensie, toch? We moeten fit zijn, ja, geen alcohol. Nou zit ik nog niet in Defensie, dus nou moet ik ervan genieten. Ja, dat is waar, dat is waar. Nou, doei, zuip ze. Voor heel veel mensen zijn de goede voornemens niet haalbaar omdat ze de lat simpelweg te hoog leggen. Daarom heeft de Libelle 50 goede voornemens bedacht die wel te halen zijn. 12. Sokken en ondergoed met gaten meteen weggooien, niet meer aantrekken. Oké, zal ik doen. 3. Oh, oké. 3. 1 keer per week schoonmaken. Nou, nee. Nee, dat doe je al niet? Nee. Maar die gaat niet vaker schoonmaken. Nee. Heb je deze kleding eigenlijk ook al een week aan, man? Ik heb een lijst met 50 goede voornemens. Als je 1 getal kiest, dan ga ik kijken of je dat kan halen. Ja, ik ga dat toch niet doen, joh. Nou, voor de camera even, voor de nap, voor de show. Doe ik niet, doe ik niet. Nee? Nee, man, succes. Dankjewel. Veel plezier met bier drinken. Je moeder een dikke knuffel geven. Altijd. Ja? Altijd. Wel doen dan, hè? Hij had afgesproken, ja, bij deze. Ja. Ja, kom, waar komt dit op? Dit, hier. Dit is op YouTube. Wat zegt het volle? Ja. Dat is goed. Als, ja? Het erop komt, dan laat ik het zien en dan geef ik gelijk mijn moeder een knuffel. Ja, dan moet je Facebook even laten zien met het filmpje erbij. Ja, de reacties. Dat is goed. Ja? Vaker een boek lezen, ja, dat slaat helemaal nergens natuurlijk. Nee, ik lees geen boeken. Nee. Op school? Moet ik altijd boeken lezen. Dat moet. Heb je dat ooit gedaan? Nee, nooit. Nee, precies. Heel goed. Elke dag in de spiegel kijken en jezelf een complimentje geven. Oké. Ga je dat doen? Voor hoe lang? Hele jaar, heel jaar. Doe mijn best. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, doei. Doei. Veel plezier met je McFlurry. Doei. Deze man die wil een SO geven. Dikke SO naar Nijmegen. Volg me op Snapchat. Gmizardje 1. Je weet zelf van dikke SO naar WK. Ja? Ja, volg deze mensen. Abonneer en like. Anders ben je geen voetballer meer. En wat challas. Yes, dankjewel. Tot volgende week.